Every day I'm shuffling. Yo guys en welkom bij een nieuwe commentary van MG Masterful. Ik ben Jill en ik ben hier vandaag een gameplay commentary op de map. Arcaden, de Duitse mall map in het spel ME3 met de SCAR-L, met suppressor, met de trophy system, Semtex denk ik, ja dat is het, en met killstreaks, attack helikopter, AH-6 Overwatch en de Payflow. En het is een kill confirmed, als ik dat nog niet had gezegd. Vandaag ja, is eigenlijk een soort van update commentary wat er de laatste tijd gaande is op MG Masterful. Sommige mensen weten het al, sommige mensen zullen het misschien al hebben kunnen afleiden uit een titel. Mensen die genoeg gestudeerd hebben, die dat al weten. Ik weet nog niet hoe ik het ga formuleren in de titel, maar het punt, het komt er eigenlijk op neer dat Mitchell uit MG Masterful is. Nu gaan mensen denken van waarom en waarom heb je dat gedaan en sinds wanneer wel. Sinds wanneer? Het is nu woensdag en het is sinds dinsdag, gisteren dus. Het is sinds maandag, excuseer. En ik kon pas nu vandaag commentary maken. Maar de reden dat Mitchell uit MG Masterful is, ik heb het zelf niet gewild. Ik heb het hem wel een soort van duidelijk proberen te maken op vriendelijke manier. Dat we kregen echt veel reacties van Mitchell moet weg en wat wel waar was, wat we alle twee wisten, is dat Mitchell gewoon een heel groot deel van de mensen, van de subscribers, gewoon inactief hield en ook tegenhield om te subscriben, de mensen die dan nieuw kwamen. Dat kregen wij heel veel te horen in reacties van mensen van die dan mijn video als eerste zagen en die zeggen van, ik moest nu wel gesubbed hebben, moest mijn subbox niet altijd volgespend worden door Mitchell. En ja, in het begin trok ik me dan niet echt aan, maar als je dan echt veel comments op zo'n dag gaat krijgen en op een dag zelfs soms 5 inboxberichten van gooi Mitchell eruit, hij is niet goed voor je kanaal en dit. En uiteindelijk, Mitchell is echt wel een heel goede vriend geworden in die 2 jaar dat ik hem ken. En dat is echt wel een heel goede vriend geworden. Nu nog trouwens hoop ik dat we nog altijd zoals normale mensen tegen elkaar kunnen praten. Dan heb ik hem gewoon duidelijk gemaakt van, is het niet beter dat je even stopt met MG Masterful? En dan heeft hij gezegd, ja, ik had dit eigenlijk ook al zien aankomen. Ik ben het er wel mee akkoord. Het is wel even zwaar voor mij en daar had ik echt wel heel allemaal begrip voor hem. En wat ik wel echt heel goed vind aan hem, hij is niet direct de moed laten zakken. Hij is ondertussen een nieuw kanaal begonnen. Die zal ik ook in de komende video's, zal die link naar zijn kanaal altijd in de beschrijving staan. In de komende 5 à 6 video's zal die er wel altijd in staan. En nu ook ergens link in beeld waarschijnlijk. En ik heb hem ook al gesubboxed. Dus het is niet dat nu eigenlijk een haatrelatie geworden is. Belangen niet. Toch niet langs mijn kant. Ik zou verstaan moest hij nu een heel grote afkeer krijgen van Belgen of zo. Eerst Pijn Enkel en nu ik. Ja, ik zou ook wel begrijpen moest er nu Nederlanders zijn die ineens gaan unsubben omdat ze eigen volk eerst, klinkt een beetje Vlaams Belang en een beetje Geert Wilders achter, hoe noemt die ene racist daar in Nederland, ik weet het niet, Geert of Bert Wilders, weet ik veel. Dat klinkt zo een beetje, maar het is ook helemaal niet zo. Het was gewoon het beste voor het kanaal en uiteindelijk, ik doe dit wel voor plezier, maar uiteindelijk wil je ook wel ergens geraken. En veel mensen gaven me het gevoel dat met Mitchell niet kon. En uiteindelijk blijkt dat ook wel zo te zijn. En dat is echt, ik zeg dat nu echt zoals een klootzak. Ik weet dat, ik weet niet, zeg anders in de comments zodat ik het anders kan zeggen. Ik heb er echt wel zitten nadenken over van, hoe kan ik het dan nu zeggen. Maar hij is dus ondertussen al een nieuw kanaal begonnen, Just Mitchell. Hij heeft daar al 30 subs op, denk ik. Zijn video is al 100 keer bekeken. Ik heb ook thumbs up en zo gedaan. Dus het is niet dat hij mij ineens gaat dislikebotten. Of ik hem ineens ga dislikebotten. Hij is er wel een beetje tristig over. Ik had het liever ook anders gezien. Maar ja, so be it. Als er iets is wat ik het laatste jaar wel geleerd heb. Is dat het leven niet echt altijd eerlijk is. En dat je soms keuzes moet maken. Die een mens niet altijd wilt. En die mensen die wilt maken, maar die dan eigenlijk wel moet gemaakt worden. En ja, nu gaan jullie zeggen van, ja, het is toch maar een YouTube-channel. Ja, maar
We hebben er zoveel werk in gestoken, ik en Mitchell, en dan zie je het altijd een beetje afbouwen en afbouwen, want het is niet allemaal Mitchell zijn fout, begrijp me echt niet verkeerd, maar er waren echt veel mensen die zeggen van, die Mitchell vinden wij toch niet echt zo heel goed. Ik had ook haters, maar soms was het echt wel overduidelijk dat Mitchell echt veel meer dislikes had. Dus ja, dat is eigenlijk zo'n beetje de reden. Echt mensen, ik hoop dat jullie me echt niet kwalijk nemen. Als mensen vinden dat ik geen verstandige keuze gemaakt heb, willen jullie dan even zeggen hoe ik het wel had moeten doen? Dat zou wel handig zijn, want echt eerlijk, ik weet het echt niet meer hoe dat ik het anders had moeten doen. Ja, dat is eigenlijk nu wat er een beetje gebeurd is de komende dagen. Ik ben blij dat jullie dat nu weten. Ja, ik heb er heel lang mee gezeten om dat aan Mitchell te vertellen en nu heb ik het hem verteld. Het is wel een soort van opluchting. Maar ja, wat betekent dan nu dat er van mij allemaal uploads zullen komen? Ik zit ook boordevol nieuwe ideeën. Ik ga dit kanaal echt wel runnende houden. Ik ga toch proberen 3 video's per week uit te brengen. Dat is zeker niet slecht. Ik denk dat Mr. Fish en Twice K en zo, dat die ook wel. Dat is ook denk ik zoiets. Dutch Albi die uploadt veel meer. Maar ja, dat kan ik gewoon. Ik denk dat 3. Soms misschien wel 4 keer op een week of zo. Maar ik denk dat het meestal 3 keer zal zijn. Misschien 1 keer, 2 keer als ik geen tijd heb. Maar nu komen ook meer de series gaan komen. Die ik had gestart. Zoals Vreemde Vragen. En al die shit. En random kluis-episode en zo. Dus deze komt woensdag namiddag op deze commentary. Ik zou gepland hebben van vrijdag of zaterdag waarschijnlijk. Ik denk dat woensdag uploaddag wordt. Iets van misschien van zaterdagochtend uploaddag. En dan ook nog maandag of zoiets. In ieder geval zoiets. Het zal misschien niet altijd hetzelfde zijn, maar het is al even afgelopen de gameplay. Ik ga nog wel allemaal zien wat ik het doe. In ieder geval, het gaat me echt nog lukken. Ik hoop dat jullie mij echt niet kwalijk nemen. Zet in de comments hoe jij het had gedaan. Blijf mij steunen, echt. Jullie zijn echt perfect, geweldig. En zeker en vast tot de volgende. Houdoe.